Goedenavond, Nympha. We staan hier op de meet en greet van Mrs. Universe. Stel je eens even voor, alstublieft. Goedenavond. Ik ben Nympha Bogaert. Ik kom uit Melselen. Ik ben 24 jaar jong. En dat is zo. Ja. Hoe komt het dat je nu met Mrs. Universe meedoet? Ik heb al 2 misverkiezingen achter de rug. Ik ben Miss Waasland gedaan en Miss Arbeid. En ik ben ook Miss Arbeid 2018 geworden. En eigenlijk, ik vind dat zo'n toffe ervaring, op dat podium staan, die finale, die meisjes leren kennen, het avontuur gewoon, dat is echt superleuk. Je hebt de smaak een beetje te pakken dan. Ja, inderdaad. Wat staat er hier jou nog te wachten in deze verkiezing? Nog heel veel. Wij gaan naar de Creosauna met z'n allen. Wij gaan heel veel fotoshoots doen, sponsors bezoeken. En we gaan ook nog een défilé lopen voor het Hollybyhuis. Dus eigenlijk ons goede doel, het Regenbooghuis. Dus eigenlijk echt nog veel. En dan de grote finale natuurlijk. Wat vinden jouw vrienden en familieleden ervan dat je meedoet? Die zijn allemaal heel enthousiast. Die gaan ook allemaal komen kijken. Dus ja, ze hadden dat eigenlijk in het begin nooit niet verwacht van mij. Ja. Maar nu, het is nu de 3e keer. Dus ja, uiteindelijk zijn ze het nu wel al een beetje gewoon. En werk je nog of studeer je al? Ik werk. Ik werk ondertussen al 3 jaar. Ik heb daarvan 2,5 jaar aan de haven gewerkt en nu werk ik op een chocolatierbedrijf, de La Faye. Haven, ik bedoel, wat doe je daar? Of wat deed je daar? In de haven werk ik gewoon met de heftruck. Dus echt de hele dag heftruck, dingen op zijn plaats zetten, weghalen, camion laden. Was dat leuk? Was wel tof, ja. Maar echt wel de mannenwereld, hè? Ja. Maar is wel leuk. Ja. Zo zonder vrouwen. Ja. En moest je dan ook in shiften of in posten werken? Of Ja, ik werkte in shiften, de vroege en de late. Ja. En viel dat wat mee? Want dat is toch zwaar, hè? De vroege is heel leuk, de late is wat minder, omdat je dan eigenlijk geen dag niet meer hebt. Maar het is altijd wel tof. Ja. Maar het was een hele toffe werksfeer, dus. Ja. Wat maakt voor jou een werksfeer? Toffe collega's. Mm-hmm. Dat je eens kunt lachen, dat je zo onnozel kunt doen, dat het niet altijd serieus moet zijn. Mm-hmm. Vooral dat. En nu zit je in een heel andere omgeving eigenlijk? Ja, nu zit ik echt op een bedrijf, in een magazijn. Maar eigenlijk even tof, want mijn mama en mijn nichtje werken er ook. Ja. Dus ja, eigenlijk tof, leuk. Er zijn wel vrouwen bij deze keer. Ja, nu zijn er vrouwen en ook mannen natuurlijk. Nog altijd meer mannen dan vrouwen. Ah ja, zelfs een chocoladebedrijf. Ja. Want het is ook wel vrij zwaar werk, fysiek. Ja. Maar aan de band staan dan vooral de vrouwen. Ja. En dat is, het is wat variatie. Ja. Is dat zo'n zware job, zo aan de band staan? Aan de band staan valt dat op zich nog mee, voor je rug iets minder, omdat je altijd dezelfde beweging doet. Ja. Maar vanachter waar de mannen staan, waar ik ook sta, dus daar sta ik ook tussen, is het eigenlijk de emmer chocolade in het machine kappen. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk de praline kunt maken, want anders komt er niet veel van. Hè? Ja. Nu, de winnares, zou je willen winnen deze verkiezing? Ik denk dat iedereen wel wilt winnen, hè. Tuurlijk. Heb je de capaciteiten om te winnen, denk je? Dat weet ik niet. Ik denk dat we met 9 goede finalisten zijn. Ja. Maar als ik mijn eigen zie tegenover mijn eerste misverkiezing en tegenover nu, dan ben ik wel enorm gegroeid. Ja, dat is wel positief. Ja. Dat is natuurlijk wel zoals je misverkiezing meedoet, dan groei je daarin. Ja, je wordt heel zelfzeker. Nu niet dat ik zo zelfzeker ben, ik heb nog mijn dieptepunten, maar ik denk dat elk meisje dat heeft. Ja. Maar je wordt er wel, je krijgt er heel veel vertrouwen van, je krijgt ook heel veel feedback. Ja. En dat is wel tof. Nu, de winnares van deze verkiezing zal volgend jaar naar het buitenland gaan. En ja, we weten nog niet welk land. Nee. Dit jaar gaan ze naar China. Ja, volgend jaar, dat weten we niet juist. Reis je graag? Ik reis heel graag. Ja. Dus voor jou mag je die overwinning zeker wel hebben dan? Ja, voor de reis wel, maar vooral de rest ook. Het is gewoon echt een belevenis. Waar ga je graag naartoe? Waar dat de zon schijnt. Ja. Dus eigenlijk... Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië, dat is er veel, hè? Ja, van alles waar de zon schijnt, maar liefst ook wel avontuurlijk. Ja. Waar dat mooi is, waar dat je mooi kunt gaan wandelen. Ja. En wat bedoel je mee avontuurlijk nog? Safari, jeep? Ja, zoiets. Dat je echt elke dag iets anders kunt gaan doen. Dat je niet in het hotel moet blijven zitten en op je stoel moet liggen, maar echt het land waar je zit kunt ontdekken. Je bent geen typische zwembad liggen. Nee, niet echt. Ik zit graag in het zwembad en ik zit graag in de zon, maar niet voor heel de dag. Ja. Een uurtje en dat is genoeg. Als je dan één locatie zou moeten kiezen, morgen wint je de lotto en je moet één locatie kiezen, welke gaat je dan kiezen? Naar Bali. Naar? Bali. Waarom? Zo'n mooi land. Ja. Spreekt wel. Ja, enorm. Ja.
Er zijn ook heel veel dieren. Ik ben ook wel een dierenvriend. Dus ja, dat spreekt mij enorm aan. Als ik u nu zou willen leren kennen als meisje en als vrouw, wat zou ik dan zeker moeten weten over jou? Dat ik een flap uit ben. Dat ik altijd rechtuit ben. Dat ik nooit niet iets zal zeggen dat niet waar is. En dat ik vooral, als ik er ben, dat ik ook aanwezig ben. Ja, ja, een heel druk persoon ook. Ja, druk ook. Ja. Op welke manier? Veel lawaai maken en zo? Niet per se veel lawaai, maar je zult me wel altijd gezien hebben. Ja. Goed. Oké, dan wens ik je in ieder geval voor deze misverkiezing heel veel succes toe. En tot de volgende keer. Dank je wel. Doe hetzelfde.